keer weer, want we gaan vandaag naar Supercar Sunday. Oftewel, heel veel vette auto's kijken. Hé, hey, hoe de fuck moet ik hier doorheen? Voorkomen dat we een gigantisch verkeersinfarct krijgen. En ja, dat is. Wat is er aan de hand? De tweede deel in de kant. Wat up, een hele goede morgen jongens en meisjes, dames en heren, en ik sta weer bij Saïd. Gisteravond sloot het hier eigenlijk af en vandaag ben ik hier weer, want we gaan vandaag naar Supercar Sunday. Oftewel, heel veel vette auto's kijken. Nu is het op dit moment 9:55 en we zouden om 10:00 hier wegrijden. Ik kwam hier om 9:50 aan, dus ik dacht, oh shit, ik ben 2 minuten te laat. Iedereen zal er vast wel zijn. Ik ben oprecht de enige. Saïd. Ken jij, oh, ik wou net zeggen, ik dacht dat je gaat die hele doos er proberen in te doen. Hoppakee. Swipe up. Zo, en hier even een dikke auto in de achteruitkijkspiegel zeg. Holy fuck. En we hebben weer een leuk clubje met wie we nu naar Zandvoort gaan rijden. Ik zie wel dat er een klein beetje te veel verschil in de geel zit, zeg maar. Dus die kunnen ook niet naast elkaar, maar die kunnen ook niet naast elkaar. Dus ik moet overal maar een beetje tussen staan. En we zetten nu in de auto en we gaan richting Zandvoort rijden. Ik ben alleen bang dat ik weer de sloomste ga zijn. Want Siet rijdt als een rol. Hilco rijdt erachteraan. Ik weet alleen niet hoe ze in de Porsche gaan rijden. Oké, Don is er ook bij. Achter ons de Porsche. En Siet en Ilko staan voor de caravan daar. Oftewel, ja, je hoort ze al. Die zijn al in Zandvoort voordat wij überhaupt deze bocht door zijn achter deze caravan. Het is echt niet te rijden met hun. Er rijdt een politie in ons groepje. Hij rijdt nu naast de Porsche. Ik rijd even een heel deel achter. En hij gaat nu richting de Lambo's. De politie rijdt wel wat sneller dan dat je hier mag. Dus ik ben bang dat iemand staande wordt gehouden. Ik hoop alleen niet dat hij Siet heeft gelaserd. Want Siet reed heel af en toe een klein beetje daar. Klein beetje. 110 denk ik. Ilko die rijdt op dit moment achter ons. En vandaag wordt echt een dikke carspotdag. Komt hier weer iets heel diks langs rijden. Moet je kijken. Holy shit, lekker man! De eerste van vandaag. We staan nu in de rij, maar er zijn zoveel auto's dat we gewoon niet er langs kunnen. Dus ik hier maar gewoon stil gaan staan op de weg. We hebben Ilko wel weer gevonden. Okay, ik moet even instappen, ik moet even 3 meter verder rijden. En er komt er ook weer een bakbeest aanrijden. Yo! Wat een ding. Heel oranje. Zo, en het is hier even een partijtje druk, gek. Hey! Yo! Hoe de fuck moet ik hier doorheen? Gast, dit is gewoon gevaarlijk. Jezus, ik rij hier echt oprecht zo iemand aan. Dit is oprecht gevaarlijk. Ik rij echt iemand aan zo, jongens. Blijf me eens volgen. Zo, en dit is een dik ding, een donker fort. Oké, we staan dus midden op het trein en ik moet ergens parkeren. Alleen is er heel weinig mensen van het event. En zoals je hier kan zien, ja, ik doe wel even mijn raam open. Zijn er heel veel. Hey, jongens! Jongens, van de auto afblijven. Ja, jullie zitten allemaal lekker tegen de auto aan te tikken. Maar je moet even respect hebben voor andere mensen hun auto's, ja? Alle auto's hier zijn van mensen omdat ze van de auto houden. En dan ga je niet aanzitten, want dan maak je hem kapot. Ja? Nu hebben we alsnog geen parkeerplek, dus nu weet ik alsnog niet wat we moeten doen. Ik vind dat we gewoon misschien maar weer door moeten rijden. Of we moeten zelf die paaltjes weghalen. Dus of we rijden gewoon weer door naar huis. We gaan weer terug. Ja bro, dit is echt niet grappig. Rijden iedereen over gewoon? Ja, dat wat hij zegt. Ja, dat vind ik wel goed. What the fuck? Ja, wat moeten we? Nou, laten we gewoon maar weer doorrijden dan of zo. Nou, oké, dan gaan we toeteren. Okay. En daar staat Ilko. Ilko gaat nu het circuit op. Ik heb mijn auto gewoon daar op de paddock geparkeerd. Oeh, dik. Het is echt een en al chaos. En ze hebben gezegd dat ik er ben, zonder dat ik wist dat ik er zou zijn. Dus het was een beetje scheef gegaan. En nu is het dus heel erg druk en heel veel mensen die met mij op de foto willen. Terwijl in mijn dag was gewoon om auto's te rijden en niet om een meet and greet te hebben. Dus het is een beetje ja, lastig. Hier gaan alle gouden dingen van Joël. Dikke auto's hoor, holy shit. What the fuck is dit? De eerste vliegende auto. Maar waarom de fuck is die op circuit dan? Hij kan toch bovenlangs vliegen? Hey Sam. Zo, en hier staat iedereen weer. Iedereen is van de baan af. Hier zit Sam in de auto weer met zijn cameraatje. Waarom maar Sam zijn eigen auto heeft gelaten? Want hij begon in zijn eigen auto en hij komt terug in een andere. Beetje vaag. In ieder geval, je gaat het tweede rondje. Daar gaat de
Boxster, de RS6, nog een Boxster. Hoppakee, ze gaan rijden. Oh, die Ferrari's gaan tegelijk, dat past niet. We hebben even gechilled, we hebben wat gedronken. Ik ben even een beetje re-energized. Hey, hoe komen jullie hier binnen? Hoe kom je aan een bandje? Heb je gestolen? Eén kaartje voor mezelf zijn er geen half bandje. Ja, ik heb ook. Ik heb 2 kaartjes laten zien en 4 bandjes gekregen. Ja, ik 1 kaartje en 4 bandjes. Hé, nou, ik ga net weer naar buiten. Later. En hier is de Porsche. En de Porsche die gaat het circuit op. Zo, jezus, wat een dikke auto hier. Allemaal RS6 en zo. En hier zijn eindelijk eens 2 pannenkoeken die ik nog de hele dag niet heb gezien. Hé, zijn jullie er eindelijk, dames? Hé! Hey! Waar de fuck waren jullie? Ja, en hier. Ik heb 2,5 uur lang zijn kapot foto's te nemen. Ja, niet te doen. Ja. Echt kut om mensen teleur te stellen, man. Ja, je kan niks. Ik hoor jullie niet. Hey, ik moet weg. Nee. En ik sta nu naast de Porsche in een mooie geel. Daarachter staat de Lambo en nog wat auto's. En we gaan trackrace. En dat is dus gewoon eigenlijk van A naar B zo snel mogelijk, gewoon in de rechte lijn. Nu is de Porsche een hybride, dus dat betekent elektrisch. En dat is wel snel in het begin, maar naast niet zo snel. Want hij zei van, als jij opentrekt, dus als ik met mijn RS3 opentrek, dan houd ik je niet meer bij. Dus ik ben wel sneller dan deze. Oftewel, deze is niet super snel. Die Lambo die gaat altijd echt winnen van alles. Dat ding is zo insane. Maar ik ga hier mee, want daar zit Donna bij. Ik heb even deze lieve man zijn zonnebril op. Ik zie er niet uit. Maar wij moeten achter de rode lijn staan. Nu is het ding dat zeg maar, hier een muur staat en hier de rode lijn. Dus dit is lekker, lekker krap. Ja. Gaat het goed met jou voor de rest? Ja, het is alleen een beetje honger, hè? Ja. Het ding is, ik heb net alle patatjes opgegeten en nu hebben andere jongens gegeten. En nu moeten we bij je wachten. Allemaal om te voorkomen dat we een gigantisch verkeersinfarct krijgen. En ja, dat is. Wat is er aan de hand? Moet iedereen naar huis? En dan is het nog zo dat we een anderhalve meter nog steeds moeten respecteren. Het is niet anders. Maar nu is het hele event gestopt. Ook op last van de overheid. Promoten, naar huis te gaan en niet in het zware verkeersinfarct terecht te komen. Stop man. Gewoon afwegen aflassen, niemand heeft gereden. En daar gaat Eelco. Eelco gaat naar huis toe. Iedereen gaat eigenlijk naar huis toe, want we mogen niet meer rijden. We hebben totaal 0 rondjes gereden, we hebben 0 drag races gedaan. Maar ik heb wel een gratis Fanta gehad, dus daar ben ik super blij mee. Hey jongens, hey, hoe gaat het? Hoi. En dit is dus de vliegtuigauto. Wat een vaag ding. En wat mij net verteld is, ik weet niet zeker of het waar is, maar dat je op 1 tank naar Parijs kan vliegen en dan weer terug kan rijden. Ik haal op 1 tank naar Parijs rijden niet eens, maar deze vliegt gewoon. Zo, en daar gaat dit beest weer. Jezus, holy shit, dat is luid. Waar net heel veel auto's stonden, staan nu eigenlijk echt nog maar 4 auto's. En waar ik nu even heel bang voor ben, is de schade aan mijn auto. Omdat ze de entree niet hadden geregeld dat mijn auto ergens gelijk goed kon staan, zijn er heel veel mensen tegenaan gaan staan, gaan kloppen op de ramen, weet ik veel wat. Jullie zagen ook dat ik iemand dus echt wel streng aansprak. En dit doe ik om ook andere mensen hun auto's te beschermen. Maar ik ben benieuwd wat de schade is, of er schade is. Hij is ook een beetje vies omdat we net hadden gereden. Maar volgens mij valt het nog wel mee, los van een vogelpoepje daar. Moet ik eerst gaan wassen, dan zie ik pas echt de schade. Moet je kijken, deze auto wordt er nu ingeladen. Maar hij start niet eens. Ze moeten hem oprecht duwen. Als ik een auto koop, dan wil ik wel graag dat hij rijdt. Dat is nog wel redelijk handig. Hij is mooi. Een Jesco. Alleen jammer dat hij niet rijdt. Dat was nog handig geweest. Deze rijdt wel, dus hiermee rijden we lekker naar huis. Dames en heren, moet je even kijken. Hè? Oh, we zitten 49 minuten in de auto. En dan denk je, nou, 49 minuten kom je best een end. Ik zal jullie even laten zien hoe ver we zijn gekomen. 3,8 kilometer. Komt ook nog zo'n kutbus voor me. Ik ben wel geen voorrang, kutding. Ik ben door vandaag echt chagrijnig. Ik heb echt nergens meer zin in. Ik heb alleen zin in eten. En wij willen nu naar het eten toe. Maar daar doen we dus al 49 minuten over. Het is 16 kilometer en we zijn pas 3,8 kilometer. Ik rij even achter Thomas, maar dit is asociaal. Moet je dit horen? Jezus. We sluiten de dag wel even mooi af op het strand. Ik ga weer even proberen een hapje te eten. Ik hoop dat ze nog een beetje plek hebben, want anders is vandaag echt helemaal kut. Thomas, trouwens, je zei we gaan een klein stukje rijden. We hebben 1,5 uur in de auto gezeten. Ja, dat was wel een klein stukje inderdaad. Oh, het is echt helemaal kut. Dus ik hoop dat het eten vanavond wel lekker is. Oh, en het eerste is carpaccio. Hoe heette dit van jou nou? Een tataar van kokkien. Kokkien? Kokkien, schelpdier. Ah. We zijn aan het eten. 5 sterren restaurant. Maar moet je kijken, wat voor tattoo deze kerel heeft. Waar dacht jij ooit dat dat een goed idee was?
Nou, ik was fan van Thunderdome. dit was Thunderdome 8, geloof ik. Pennywise. En toen dacht ik dat ja, hij was 16. Maar je bent ook fan van mij. Wanneer komt mijn hoofd ernaast? Nou ja, ik moet een afspraak maken, want ik wil nog een OBD-stack hier. Serieus? Oh, dat wil je echt? Ja, serieus. Volgende keer altijd weer OBD-stack. Als ik zorg dat jullie die kunnen zetten, zet je dan ook mijn hoofd? Ja, kijk, mijn boete het niet heel veel. Ik zou het nog wel eens doen ook. Ja? Ja, het is helemaal gereed. Zorg ik dat je gratis die OBD-stack krijgt en dan zet jij het in mijn hoofd? En jullie zelf lopen. Is goed. Ja? Oké, okay, deal. Box. Er staat een film. Je komt ook nooit meer onderuit. En ik ga even Matta, Matthijs. Vind je het raar als mensen je Matta noemen? Nee, ik ben het wel gewend. Matta. Ik ga even Big Matta afzetten bij het station, want die mag lekker in de trein naar huis. Later. Spreek jou. Volgende keer gaan we naar een beter geregeld event. Hey, later. En ik ga nu weer naar huis rijden. Het is inmiddels alweer 10:30 en ik moet nog een uur. Dus ik ben om 11:30 pas weer thuis. Oh, nee. Sorry voor de mensen die vandaag heel veel autoactie hadden verwacht. Ik had het zelf ook verwacht. Maar ja, het kon gewoon helaas niet. Het was niet te doen. Alles werd afgelast. Ook door corona natuurlijk, want het was wel echt heel erg druk. Ik heb me heel erg teruggetrokken. Ik heb wel foto's gemaakt, maar dan ging ik vaak bij de VIP area achter een lijntje staan. Konden ze een selfie maken met me dat ik een beetje afstand hield. Ik heb ook mijn goede vriend. Niet meer? Huh? Ik had mijn goede vriend. Handdesinfectie. Die ben ik dus kwijtgeraakt vandaag blijkbaar. Dus als het goed is, heb ik vandaag gewoon helemaal oké, coronaproof geleefd. Alle mensen die er waren sowieso niet. Dus voor de mensen die daar waren en zich ziek voelden, die had niet moeten komen. Voor de mensen die nu na dit event zich niet goed voelen, ga even jezelf testen. We willen geen corona verspreiden. We willen het zo veilig mogelijk doen. En vandaar dat ook het event is afgesloten. En eigenlijk zijn we halverwege al afgekapt. Ik snap het. Wel jammer. Dat was eigenlijk gewoon kaulo kuut. En ik ben weer thuis. En ik ga lekker slapen. Vandaag iets minder, iets teleurstellender dan verwacht. Maar kan gebeuren. In ieder geval, voor je deze video, doe een duim omhoog. Voor het YouTube, kijk eens leuk. Subscribe en zie ik je morgen om 2:00 bij een nieuwe video. Later. Hey Siri, bel Sam Meijer. Hey. Nou, oh, motherfucker.